zit erop. Mijn lange week in Frankrijk op de natuuristencamping. Vooraf dan denk ik zo van, god ja, een week. Ja, je kijkt er zo lang naar uit en dan is die week daar eindelijk en dan, ja, dan vliegt dat voorbij. Hè. Dus ik ben van de morgen terug vertrokken richting noorden en ik sta terug in Beaune. Ik heb meer over Beaune verteld in een van mijn vorige video's. Dus als je dat wilt weten, bekijk die video ook eens even. Dat is hier echt een goed plekje. Dat is in het midden van dat dorpje, onder een grote boom in de schaduw. En ik sta dus terug in Beaune. Ik ben hier ook gaan tanken. Ik moest van de peage dan af. En dan, juist voordat je dat dorpje binnenrijdt, is er een Leclerc. Een tankstation van Leclerc en een klein winkeltje. Ik was ook gaan tanken op de heenweg. En ik wist dat Leclerc een van de goedkopere tankstations was. Maar dat viel mij vies tegen, want dat was de gewone prijs. Wat ik bij de anderen ook zo betaalde. Een paar centime, een paar eurocent, meer of minder. Maar dat mocht de zaak niet. Dus ik ben daar eerst nu gaan tanken ook. En ja, die prijs was ineens veel lager. Ik heb 2 lege jerrycans bij. En als ik er eens goedkope diesel zie, dan vul ik mijn jerrycans voor onderweg bij te vullen in plaats van te gaan tanken bij die dure. Bijvoorbeeld in België is die heel duur, heb ik gezien, de diesel. Dus ik wil dan niet gaan tanken in België. Maar ik heb 2 jerrycans bij van 10 liter. En ja, maar dan ga ik die jerrycans vullen natuurlijk. Maar ik had al getankt en ik was in dat winkeltje zo'n paar oogstnodige zaken gaan halen. En dan heb ik op de parking daar mijn garage. Ja, bij een camper heet dat een garage. Dus de garage opengedaan. En natuurlijk, die jerrycans die zaten helemaal zo van achter mijn fiets, achter mijn elektrische step. Ik heb een elektrische step eruit en nog wat dingen eruit. En ik ben dan zo in die garage gekropen en dan heb ik die jerrycans gepakt. Al de rest er terug in. Ik terug naar dat benzinestation, bij die pomp. En de 2 jerrycans gevuld. Dus daar ben ik naar mee gesteld. Dus als ik nou in België zie dat het nog altijd zo duur is, dan heb ik een reserve. En ik ben nu volgetankt, dus morgen ga ik rijden naar, ja, tot in België, dat is mijn bedoeling, tot in de Ardennen. En daar, ja, daar gaan we een beetje nostalgie hebben. Ik ga naar een plaats, en dat is een plaats waar ik eigenlijk heel mijn jeugd heb doorgebracht. Elk weekend en elke grote vakantie, samen met mijn ouders, van kinds af aan tot, ja, totdat ik een jaar of 20 was zeker. En die camping, we hadden daar, alleen mijn ouders, die hadden daar een staancaravan. En die camping is er nog steeds, nog altijd. En die ligt aan de Samoa. De Samoa, dat is dus een grote rivier die dat daar doorstroomt. En ik heb dus ook gezien, dat is een klein dorpje waar er verder niks is, maar dan het eerste dorpje waar je dan wel een winkeltje hebt en ze ook nog klein, dat is Al-sur-Semois. En dat valt onder Vres-sur-Semois. En Al heeft een soort recreatiecentrum waar dat ze kano's verhuren en waar je ook kunt eten. En ik had gezien op internet dat die ook een camperplaats hebben. Ik dacht van, ja, oké, ik ga op die camperplaats staan. Ik had aan het kijken geweest voor eventueel op de camping een paar nachtjes te staan, maar ik ken die camping en de plaatsen voor de vaste staancaravans is goed. En aan de kant van het water, daar waren geen vaste plaatsen. Dat was, ja, vroeger, ja, had geen campers zoals dat je dat nu hebt. Dat waren tentjes of caravannetjes. En ik weet, die plekken zijn heel klein en die zijn heel schuin. En ik heb dus, ja, ze hebben dus ondertussen natuurlijk ook wel een website. Ik heb op die website foto's van gezien hoe dat die er staan, die campers. Dat is echt zo pop, 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 pop. De ene naast de andere.
Dat is precies of ze hebben er drie op één plek nog gezet. Dat is echt zo allemaal. En dat gaat dan heel scheef. Dan heb je al blokken nodig. En ja, ze staan zo dicht op elkaar. Ja, dan denk ik van nee, ik ga niet op de camping staan. Ik kan op de camperplaats in Al staan. Alle, A-L-L-E, wordt dat geschreven. Al, als je ze maar. Dan ga ik daar op de camperplaats staan. Pak mijn fietsje en ik ga ja, natuurlijk een keer naar de camping fietsen en een beetje nostalgie ophalen. En ja, zo ook in de omgeving. Ja, het is heel op en neer. Maar ik heb een elektrische fiets bij, dus dat mag geen probleem zijn. Dus dan dat ben ik dan van plan voor ja, eigenlijk overmorgen. Want ik wil morgen tot daar rijden. Ik weet niet hoe laat ik daar aan aankomen. Ik moet ook een beetje grotere boodschappen doen. En daar is een Spar, supermarkt Spar in dat dorp, in Al-sur-Semois. Dus daar ga ik dan ook wat boodschappen doen. En er liggen ook een paar geocaches. Dus ik kan ook wat geocaches zoeken. Er liggen er niet veel, dus er zijn echt geen lussen met geocaches. Maar hier en daar is er zo wel een, en heb ik gezien. Op de geocache website. En dus dat wil ik ook gaan doen. Dat is zo'n beetje mijn planning voor morgen. Maar allez, nu genoeg bla 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 voor nu. Ik ga nog eens even laten zien hoe of wat met mijn jerrycans. Met diesel, met reserve diesel. En dan gaan we over op morgen. Zo. Oh, er is minder wind dan de vorige keer. Want ik herinner mij dat ik die grote boom hier heb gefilmd. En dat ik ervoor nog in Teurgat was blijven staan. Omdat je mij anders niet kon verstaan doordat er zoveel wind was. Nu, nou, is praktisch geen wind. Maar daar staan dus mijn jerrycans netjes te wachten. Totdat ik ze in de garage ga zetten. Een zwarte en een oranje. Ja, toen dat ik die kocht, dacht ik van, allee, ja, ze hadden ze in het zwart en het oranje. Ja, en ik vind, ja, zwart is zomaar zwart. Maar ja, ze hadden maar twee kleuren. Ik wou er twee kopen. Dacht, weet je wat? Ik koop een zwarte en een oranje. Maar nu heb ik gemerkt dat de oranje wel veel praktischer is. Want je kunt heel goed zien tot waar dat die vol is. Terwijl dat je die vult. En nu, zo bij de zwarte zie je dat niet. Dan moest ik echt zo kijken op die teller van hoeveel liter zit erin. Maar dus die oranje is wel beter. Dus zijn jullie van plan om ook zoiets te kopen? Ik zou zeggen, pak geen zwarte. Maar goed, die gaan dan straks hier in de garage. En dan ga ik hier ja, slapen. En dan zie ik jullie terug morgen voor het vervolg. Nog even een klein stukje van boon laten zien. Boon. Ja. Er zijn heel veel bloemetjes hier. En wat ook heel speciaal is, hier staat een stoel. Een hele grote stoel. Kijk, daar staat die stoel. En op die stoel staat een bak vol met geraniums. En ik denk dat dit het logo is van Boon. Lijkt mijn kerktoren, vier kerktorentjes met een blad. En de stoel, mijn hartje. En de geraniums. En daar zit een bankje. En ik wou er even gaan op zitten, maar ik heb dat toch maar niet gedaan. Want ja, volgens mij zat dat ook zo'n beetje op instorten. Maar er lijkt ook vol duivenstront. Of andere vogelstront. En ja, ik ben daar niet vies uitgevallen, maar dit lijkt me toch echt niet aangenaam om op te gaan zitten. En nee. Ze hebben dat hier wel ooit schoon gemaakt, maar het is niet onderhouden. Het is echt ja, heel speciaal, heel schoon gedaan, maar ja,
Dat zie je dikwijls, hè. Dan maken ze iets heel schoon. En dan, ja, dat wordt dan niet meer onderhouden, hè. En dat is echt, dat is zo jammer dan. Dan wordt er niks meer mee gedaan. Die geraniums in die hoge stoel, ja, die zijn wel van dit jaar. Maar ja, waarom dat ze dan de rest niet onderhouden, dat weet ik niet. Maar goed, je hier af en toe wel auto's horen voorbij rijden. Dat is eigenlijk één straat, dat is deze, in het dorpje. En dan daar achter ergens daar is het plekje waar ik sta.